Beste Harlingers, Mullemers en Wienamers. Beste inwoners en ondernemers, jong en oud. Sinds maart zitten we in een hele lastige fase. Waar we dagelijks mee worden geconfronteerd door nieuwsberichten of persoonlijke verhalen. Corona raakt ons allemaal, thuis, op school, op het werk of in uw eigen onderneming. Wij realiseren ons als gemeenteraad dat dit voor u als inwoner en als ondernemer een ontzettend moeilijke periode is. Er wordt veel van u gevraagd, daarom is het belangrijk dat we er voor elkaar zijn. Het gaat om uw gezondheid en de gezondheid van de mensen om je heen. Samen staan we sterk en houden we dit vol. Hoe lastig het ook is, met de feestdagen voor de deur in december. Alleen als we dit samen doen, krijgen we corona onder controle. Zet u in. Laten we de schouders eronder zetten en extra goed op elkaar blijven letten. Wij van de gemeenteraad van Harlingen hebben grote waardering voor hoe het op dit moment gaat in onze gemeente. En dat verdient een compliment. Compliment voor alle inwoners en ondernemers, jong en oud. Het is erg lastig voor onze samenleving om hiermee om te gaan. Volgens zover ik de Harlingers ken, komen zij er wel doorheen. We wensen ondanks de maatregelen die er nu zijn en ook de komende periode nog zullen zijn, een goede decembermaand toe. En we hopen voor iedereen prettige feestdagen in deze bizarre tijd. Neem je verantwoordelijkheid. Pas goed op jezelf en op elkaar. Wij, Harlingers, Wienamers en Mullemers, wij kunnen dit. Hou vol, blijf gezond. En uiteindelijk komt het allemaal goed.